Hoe was het om hier vanmiddag de Herman Krikhaarprijs te mogen uitreiken? Nou, dat was een enorme eer natuurlijk. Het is de 15e keer. En de winnaar, meneer Oostrum, moet ik zeggen. We hadden hem op het oorkonde al verkeerd genoemd, Oostrum, maar het moet Oostrum zijn. Die won hem voor de tweede keer. 10 jaar geleden ook al eens. Dus dat is een ontzettende eer. En het is heel mooi bezocht, heel veel mensen. Dus het is een feestje. Ja, want voor u of voor jou, wat mag ik zeggen? Hoe was het voor jou om dat voor het eerst te doen? Heel erg leuk. Het is sowieso in zo'n kunsthal, daar ben ik graag. Dus dat is fijn om te doen. Enthousiaste mensen, mooie kunstwerken. Ja, graag nog een keer. Hoe was het om deze prijs te mogen winnen? Ja, altijd hartstikke leuk. Ik vind het sowieso altijd al leuk om mee te doen aan de Herman Krikhaarprijs. Omdat je ziet 1 keer per jaar alle kunstenaars. En eigenlijk doe je het mee om mee te doen. Maar ja, het is natuurlijk nog leuker als je hem ook nog een keer wint. In die zin is het wel weer een heel erg goede dag voor mij vandaag. Ja, en hier staan we bij het werk wat u gemaakt hebt. Waarom hebt u deze keuze gemaakt? Ja, de manier waarop ik werk is vaak een gemengde techniek. Dit is ook een werk wat gemaakt is met een airbrush, met olieverf en met olieverfsticks. Dus ik werk graag met materialen door elkaar. En heel vaak ontstaan ze vanuit het landschap. En deze heb ik gewoon uitgekozen omdat ik het gevoel had dat die hier wel zou passen. Ja, dat weet je niet wat voor je. Die maken wel 10, 15 werken per jaar. En waarom deze? Ja. Wie zal het zeggen? Uiteindelijk was het de goede keuze natuurlijk. Dat gevoel heeft u niet in de steek gelaten dus? Nee, kijk, uiteindelijk kies je er één en dan hoop je dat je opvalt. En nou ja, dus in dit geval is dat gebeurd. Heel veel plezier van de prijs en succes met uw werk verder. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat is het aardige. Op dit moment ben ik sinds een maand in Deventer een galerie begonnen. Dus dit komt wel heel erg goed uit om mezelf ook als galerie te promoten. Dus dat is een beetje het dubbele nu met de prijs. Dat komt extra goed uit.